Er komt constant de camera bij als het een stapje groter wordt. Apple heeft dat ook met zijn iPhones natuurlijk gedaan. De 10S heeft er wel twee aan de achterkant. Oh, de 10R heeft er maar één, maar die is groter. Ja. Nou, dit was zo'n goed verhaal. En ineens loop ik vast. Hola, bienvenido a la Tweakers Podcast. Ja, ik wilde dat even doen, sorry. Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast. En waarom praat ik boerenkool Spaans? Ja. We zitten in Spanje, jongens. We zitten in Barcelona bij Mobile World Congress. In heerlijk weer, zonnig en 18 graden. Maar ja, dat verschilt dus helemaal niks met Nederland. Het schijnt, ja. Voor het weer hoeven we het niet te doen dit jaar. En het is... mocht wel zeggen, een spectaculaire telecombeurs deze keer, Chris. Ja, absoluut. Met onder andere vouwbare telefoons. Ja, we mogen ze alleen niet aanraken. Dat klopt. We komen straks uitgebreid op terug. Maar zoals altijd beginnen we met de highlights. Chris, wat heb je meegenomen? Mijn highlight heeft ook te maken met foldable phones. Namelijk, toen we in China waren, een klein halfjaartje geleden, toen vertelde Oppo eigenlijk... Ja, een beetje aan ons van... of suggereerden ze eigenlijk, moet ik eigenlijk zeggen... dat ze een vouwbare telefoon zouden hebben met MWC. Of dat het in ieder geval goed mogelijk zou zijn. Daar kwamen ze vervolgens wel een beetje op terug. Maar uiteindelijk dachten we van... nou, dat zal waarschijnlijk dan wel. En vervolgens kwamen we hier. Ook voor Oppo, op zaterdag al. En bleken ze geen vouwbare telefoon te hebben, maar alleen een prototype telefoon die dan 10 keer kon zoomen. En dat was eigenlijk toch wel een klein beetje een teleurstelling. Dat er ook niet gewoon echt een daadwerkelijke telefoon überhaupt was. En dat er ook geen vouwbare telefoon was, ondanks dat er wel een beetje naar gehind werd en zo. Ja, de uitnodiging was ook vouwbaar, toch? Inderdaad, ja, de uitnodiging was al vouwbaar. Dus dat is ook al apart. En daarvoor waren ook wel dingetjes, t-shirtjes die er een beetje op duiden. Dus het was een beetje raar. En... ja, vervolgens kwam Huawei dus met die Mate X, die vouwbare telefoon die we inderdaad ook niet mogen aanraken tot nu toe. En de volgende dag was er dus een filmpje online opeens van een Oppo vouwbare telefoon die zo een beetje onder de tafel laten zien werd aan een of andere journalist. Ik weet niet meer waarvan. Ja, van mij was het op Weibo of zo. Het was niet hier, zoiets. Denk ik. Ja. Oh, het was niet hier. Het was niet op de beurs. Nee. Oké, dat zou kunnen. Nee, zeker niet. In ieder geval, dat ding lijkt echt ontzettend op die Huawei-telefoon. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ze dan dus gedacht hebben van... nou ja, god, dat lijkt er zo erg op. Ja, moeten we misschien toch maar laten zien... ondanks dat we er niet helemaal klaar voor waren. En we dachten van, nou ja, god, we gaan hem maar skippen op MWC. We laten hem later wel zien. Laten we hem toch maar even zien. Want anders denkt de hele wereld straks dat wij hem gekopieerd hebben van Huawei. Ja, het is wel, ik vind het wel een misser van ze. Want anders, zij waren dus op zaterdag. En dat werd ook gelivestreamd, dat evenement van ze. Dus dat was echt toen. Ja. Dus dan waren ze echt 24 uur eerder met zo'n telefoon met die vormgeving dan Huawei. Ja. En dat moment hebben ze nu gewoon gemist. Ja, eigenlijk best wel zonde inderdaad. Ja. En die van Huawei en die van Samsung zijn waarschijnlijk ook nog lang niet af. Dus wat dat betreft hadden ze het ook niet hoeven te laten. Ja. Ja. Ja, jammer. Ja. Nou Mark, wat voor licht onderwerp heb jij meegenomen? Oh, gaat het zo'n aflevering worden? Zo'n aflevering gaat het worden. Nou ja, wij waren natuurlijk bij Xiaomi op, vertel me godsnaam. Zondag. Ja. Echt een verschrikkelijke persconferentie, denk ik dat we wel kunnen zeggen, waar echt helemaal niks werd getoond. Ja, ik heb wel even wat slaap ingehaald, moet ik zeggen. Ja, ik heb een halve vakantie uitgezocht inmiddels. Maar er was toch één lichtpuntje. En dat was dat Xiaomi ook met een smart LED bulb komt. Mm-hmm. Een E27 volgens mij. En die wordt €20. Ja. Voor de, voor de kleurenversie, zeg maar. En ik heb op zich wel... Ik heb geen enorm groot smart home, maar lampen vind ik natuurlijk wel leuk, zoals de meeste. En dat zijn Philips Huey-lampen, die natuurlijk best wel duur zijn. En, maar goed, dit zou een mooie aanvulling dan zijn. Voor €20 een kleurenbulpje erbij. Was een klein hoogtepuntje van de Xiaomi-persconferentie. Waar werkt hij dan allemaal mee? Werkt het met Google Home en al dat soort dingen? Ja, hij is Alexa en Assistant compatible, zeg maar. Cool. Dus dat is wel top. Ja. En dus die kan er bij mij wel bij. Ja. Oh. Dat is ook wat die gast op het podium ook best wel leuk deed. Dat was echt... Sowieso in de keynote was die wel de enige die... ervoor zorgde dat het publiek een beetje wakker bleef. Maar die zeiden van, ja, die lampen van de concurrentie... Ja, die kosten ongeveer €50, €60.
wat denken jullie, wat kost onze lamp? En dan riep er kennelijk iemand, waarschijnlijk een medewerker van Xiaomi hoor, maar die riep dan €45, €40. Dat was een soort veiling, omlaag ging. Toen zei ik nee. En dan kwam er echt zo'n prijs van boven op die slide, bam, €20. Nee, maar dat klopt natuurlijk ook wel. Kijk, die Philips Huey-lampen, die zijn natuurlijk hartstikke goed. Maar inderdaad, zo'n standaard lamp is inderdaad iets van, is in de €50. Nou, bij IKEA kun je natuurlijk ook wel terecht, dan zit je rond de €25. Ja. Maar die doet volgens mij de kleurenversie wel minder kleuren. Dan Hue of dan die... Dan Hue, maar Xiaomi. Dan ook dan die Xiaomi inderdaad. Het schijnen er 16 miljoen te zijn. Dus, heb je ze allemaal gecheckt? Nee, nog niet aan toegekomen. Daar had sowieso de man van Xiaomi zelf ook wat moeite mee. Ja. Want die kreeg zijn smart home met lamp ook niet helemaal werkend. Dus ik hoop niet dat het die was. Ah. Maar... Ja, dat is het. Maar ze nemen ook wel ze willen een live demo doen. Ja, dat gaat op persconferenties. Bijna standaard gaat dat natuurlijk fout. Ja, dat was wel spectaculair. Maar ja, dus dat was hem. Yes. Ja. Nou, ik had ook wel, dit is wel een interessant verhaal. Ik had een booth tour bij een besloten booth. Want nou ja, je moet je voorstellen, zo'n beurs is super groot. En een bedrijf als Huawei, die heeft letterlijk 3 stands. 2 zijn er openbaar en echt mega groot. Eentje met telefoons en eentje voor enterprise. Mm-hmm. En groter dan die van Samsung nog, volgens mij. Ja, ze willen natuurlijk de loef afsteken. Hè? Zo werkt dat ja, wel. Precies, ja. En ze hebben dus nog een derde. En dat is de grootste. En dan denk je van, nou, het is besloten. Zal je op uitnodiging? Zal niet zoveel voorstellen. Een paar meeting rooms of zo. Maar het is echt van alle stands eigenlijk de meest spectaculaire. Interessante. Precies. En je wel allemaal, ja, precies. En mooi aangekleed. Overal lampjes en dingetjes. En het is allemaal... En projecties en weet ik wat. Het is echt, ze hebben er heel veel werk in gestoken. Anyway, ik was daar en heel veel dingen over 5G gehoord. Hartstikke interessant. Maar eentje waar ik eigenlijk nooit bij stil stond en wat ik wel heel interessant vond is, ze lieten ook een demo zien van een Huawei Mate 20 die gekoppeld zat aan een laptop. Althans, het was een laptop vorm, maar dan met alleen een scherm en een toetsenbord en een accu, gok ik. Ja. Maar verder geen hardware erin. En hij draaide dus vanaf die telefoon via 5G Windows. Dus er stond geen Windows op het apparaat. Het is gewoon een soort van remote desktop, maar dan niet remote, want er staat niet een desktop elders. Maar de processorkracht en de opslag, die zit dus ze zeggen dan in de cloud, maar het is zeg maar fysiek wel redelijk dichtbij, denk ik, want de latency moet laag zijn. Dat is ook een van die dingen waarom ze 5G zo hard pushen. Ja. En toen bedacht ik heb het ook gevraagd, en dat is inderdaad een richting die providers opdenken, dat ze apparaten kunnen leveren als een soort van thin client. Of dat nu desktops worden of telefoons of wat dan ook. Het is allemaal nog niet helemaal af en niet helemaal bedacht. Maar dat ze dan dus de processorkracht en de opslag en dat soort dingen van via de verbinding laten lopen. Dus je streamt in feite het beeld. De input die lever je, die gaat naar boven. En dan komt zeg maar het beeld van de desktop weer naar beneden. Dus wat je ook hebt zeg maar met game streaming. Om dat ook met een soort van telefoons en laptops te doen. Het is misschien nog wel makkelijker dan game streaming, toch? Dus minder het lijkt veel, veel makkelijker. Ja, precies. Ja. Want de latency maakt veel minder uit. Als je gewoon in Word loopt te tikken en je tikt heel hard, dan tik je misschien ook wel eens achter jezelf aan. Dat was in ieder geval vroeger wel zo. Ja, ja, precies. En nu zal dat met een lage latency zeker niet zo zijn. Dit kan absoluut niet met 4G, maar wel met 5G. Met 4G kan het ook al. Het is ook wel eens gedaan. Alleen dat werkt gewoon niet zo fijn. En misschien dat met 5G dan wel kan. Mm-hmm. En toen dacht ik wel van ja, misschien is dit wel die mooie endgame waarom providers zo graag naar 5G willen. Want die willen natuurlijk meer zijn dan alleen het bedrijf wat jou de dataverbinding levert. Het liefst levert er allemaal diensten overheen. Ja. En wat is nou een betere dienst dan zeg maar de dingen die voor je apparaat noodzakelijk zijn, namelijk processorkracht, opslag en dat soort dingen. Om dat mogelijk te maken. Ja. En toen heb ik er even naar gezocht. En inderdaad, de CEO van AT&T of Verizon in de Verenigde Staten, een van de twee, weet ik niet, zei in de podcast van Recode, van Pieter Kafka, vorige week inderdaad iets van deze strekking. Zo van, dit is wat wij met 5G willen. Deze kant willen wij op.
Is daar schrok ik eigenlijk wel van. Je hoort over 5G alleen maar over autonome auto's en sneller mobiel internet. En dan denk je daar automatisch natuurlijk ook telefoons bij die sneller en krachtiger zijn. Dat zijn ook de telefoons die we hier zien, zeg maar. Dat zijn allemaal top-of-the-line processors en waarschijnlijk ook top-of-the-line prijzen. Ja. Maar niemand heeft ooit gedacht aan thin clients. Althans, ik niet en ik hoor er ook weinig nee, over. Nee, ik ook niet echt eigenlijk. Ja. Het is best wel interessant eigenlijk, ja. Ja. Waarom niet? Maar zou je dat zien zitten, denk je? Dat je gewoon... Dat je dan bij je mobiele abonnement, stel ik me dan zo voor, dat je zegt van ik neem een abonnement van €20 en dan heb ik het equivalent van een mid-range telefoon. Of ik neem een abonnement van €30 en ik heb het equivalent van een high-end telefoon. En dat je dan eigenlijk alleen een soort van scherm koopt met een accu erbij en een manier om verbinding te maken. Ja, voor specifieke doeleinden is het natuurlijk super. Ik bedoel, ja, als dat betekent dat je net minder geld hoeft uit te geven aan hardware, ja, dan is dat natuurlijk voor heel veel mensen prima, denk ik. En voor heel veel toepassingen. Niet voor alle, maar ja, dat geldt met heel veel dingen. Zie jij dit zien zitten, Mark? Ik vind ik vind dat wel moeilijk nog. Ik ook. Omdat, ik vind het nog moeilijk gewoon inschatten. Ik kan er ook nog niet echt meteen 1, 2, 3 een goed specifiek doel bij bedenken. Het is misschien ook niet per se iets voor ons. Maar... Nou, Stefan, je zit op een beurs en je wil video editen op de snelst mogelijke hardware, maar je hebt alleen een laptop mee, want je gaat niet een hele desktop in je handbagage proppen. Is het dan iets wat werkt? Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Nou ja, zou heel goed kunnen. Ja, ja. Dan moet het zeg maar wel... Moet de verbinding echt snel genoeg zijn en betrouwbaar zijn. Ja, er komen dan wel heel veel factoren nog bekijken natuurlijk. Maar dat zou perfect zijn natuurlijk. Zeker. Ja. Ja. En 5G is natuurlijk, gaan we langzaamaan naar het hoofdonderwerp van vandaag, maar dat is deze beurs, die mooie Mobile World Congress. Misschien is het trouwens wel leuk, want ik denk niet dat heel veel mensen er een beeld van hebben, om een beetje te vertellen hoe de beurs er nou gewoon uitziet. Want ze zien mooie beelden van Mark, ongeveer hebben ze misschien wel een idee. Maar kun je uitleggen hoe het is opgezet en wat je daar zo ongeveer, wat je ongeveer ziet als je binnenloopt? Ja, als je binnenloopt, kom je natuurlijk eerst in een soort van paviljoentje. Dan ga je naar binnen en dan kan je een roltrap op. Daar kan je dus over de hallen heen lopen eigenlijk. Dat is ook wel mooi altijd om te zien. Dan kan je naar beneden kijken naar de mensen en naar iedereen die daar een presentatie aan het houden is. Of de smartphones aan het uitproberen is of een 5G-demonstratie aan het houden is. Dat is leuk. En dat is ook de snelle manier om natuurlijk de hallen doorkruisen. Als je naar beneden gaat, heb je enorme stands. Echt soms, wat zal het zijn? Hoeveel vierkante meter is dat? Meer dan 100, zeker? Ik denk 100 bij 100, dat de grootste stands wel zijn. Ja, dat inderdaad, precies. Ja. De allergrootste inderdaad. En megalomaan. het is natuurlijk indruk maken inderdaad, een beetje wie de grootste heeft. Dat zie je ook met Samsung en Huawei. LG heeft ook nog wel een grote stand eigenlijk wel. Daar zijn we ook wel veel geweest. Maar ja, interessant is ook de hallen waar de wat kleinere fabrikanten zitten. Of zelfs die hele specifieke dingen maken. Zoals inderdaad een vouwbaar scherm alleen. Of andere technologie. We hebben natuurlijk ook wel eens rondgezocht in die hallen voor trends. Zoals vorig jaar hadden we dan... het moest natuurlijk allemaal een volledig scherm zijn aan de voorkant van de smartphone. Ja, waar laat je die camera dan? Er waren heel veel oplossingen voor. Heel veel kleine fabrikanten die dan iets verzonnen hadden met een camera die eruit sprong aan de bovenkant. En heel veel gekkigheid eigenlijk. Of een camera die je om kon draaien. Want dus voor- en achtercamera tegelijk is dan. En misschien is dat nog wel interessant om te zien af en toe. Want die andere dingen die weet je vaak al. Die zijn al vaak gelekt of dat soort dingen, weet je wel. En zo'n rondje maken, dat is natuurlijk heel interessant. En ook weer heel anders dan wat je ziet bij de grote fabrikanten. Ja, en ik denk dat er nog een paar dingen zijn waar mensen ook niet bij stilstaan. Namelijk, het zijn niet alleen Samsung en Huawei die de grote stands hebben, maar ook netwerkbedrijven. Dus de bedrijven die bijvoorbeeld masten leveren en zo aan providers. Ja. Ericsson, Nokia is daar een hele grote naam in. En die hebben dus ook, volgens mij, in oppervlakte misschien is Nokia nog echt wel groter dan de stand met telefoons van Samsung. In dat opzicht. En wat ook belangrijk is, als je denkt, oh, ik wil ook naar die beurs toe. Dat kan niet. Want je mag er niet in als gewone consument. Je moet in de telecom werken. Of bij de pers werken, dat kan ook. Maar anders kom je er niet in. En dat leidt er ook een beetje toe dat er... Als je het vergelijkt met IFA bijvoorbeeld in Berlijn, die elk jaar in september plaatsvindt. Je ziet toch ook wel echt een ander publiek hier, toch? Ja, je ziet heel veel mensen in pak inderdaad. En heel veel zakenmensen eigenlijk. En dan is de persmensen inderdaad, maar eigenlijk minder dan de zakenmensen. Het zijn vooral zakenmensen, voor mijn idee tenminste. Ja.
Ja, je ziet ook wel, op het moment dat ik iemand zie in een beetje casual kleding, in een shirtje of zo, dan denk je al snel, oh ja, dat is er eentje van de pers. Dat is er een van ons, denken we dan. Ja, ja. Nee, want de rest die gaan allemaal in pakken, die gaan dan naar die meeting rooms, waar er trouwens ook heel veel van zijn. Ja. En er gebeuren hier echt, zeg maar, de deals worden hier wel echt gemaakt. Dus dan gaat Huawei met zijn mooie Mate X, die gaat dan naar providers toe en dan kunnen die zeggen, ja, nee, we gaan echt met 5G beginnen in juni of juli. Zeg, nou, dan zorgen wij dat die telefoon... Zeg maar, die deals, die worden hier gemaakt. En, ja, mm-hmm. Het lopen ook een hoop topmensen rond van en providers en fabrikanten. En ze dus, vinden ook de hele tijd van die presentaties plaats. We zaten bijvoorbeeld gisteren te werken in het perscentrum en toen zagen we op het scherm een Satya Nadella verschijnen van Microsoft. Klopt, ja. Die ineens een interview gaf. Die mensen lopen hier ook allemaal rond. Ja. En waar het dan over gaat op zo'n beurs is, ik weet niet, de term die ik het meest heb gezien op alle borden is 5G. Absoluut. Maar Chris, heb je al geïnternet via een 5G-verbinding? Helemaal niet. Nee, het is niet te doen eigenlijk, hè? Heel veel telefoons hebben dan 5G, maar zijn niet op 5G verbonden. Ja. Dan kunnen dat ook helemaal niet, misschien. Ja, nou, misschien kunnen ze... Ongetwijfeld hebben ze het modem en de antennes wel aan boord. Ja, natuurlijk. Maar dan is hier geen 5G-netwerk of zo. Dus sowieso staat dat nog in de kinderschoenen. Ja. Nee, dat is best wel gek om dan te zien dat zo'n hele beurs helemaal vol hangt. Alles 5G en op elke stand doet iemand iets met 5G. Er zijn... Demo's heb je ook al. Ja, en je hebt wel echt 5, 6 telefoons zijn aangekondigd met 5G. Ja. En elke keer weer Qualcomm op het podium die uitlegt wat een fantastische samenwerking het was met de fabrikant. Maar ja, als je het uiteindelijk wil gebruiken, dan lukt het niet. Nee, ik zag toevallig, toen wij nog een rondje liepen, kwam ik nog in een grote hal kwam ik nog langs Oppo, die volgens mij ook een cloud gaming demootje had gegeven samen met, was het bij de Qualcomm stand? Qualcomm, ja. Ja. Weet je, dus ik heb hem niet goed kunnen bekijken of het nou echt helemaal goed werkt. Maar zo heb je overal wel van die halve demo's. Dat je denkt van ja, maar oké, dit kan ooit wel wat worden. En iedereen pakt wel groot uit ermee, maar we zijn er nog lang niet. Ja, het is ook niet het eerste jaar, hè. Vorig jaar had je ook al demo's op het circuit van Catalunya. Oh, dat was leuk. Je hebt een kaartje bestuurd op het circuit. Ja. Ik voelde hem net Max Verstappen, alleen dan red ik 3 km/u. Maar dat we wel met heel lage latency. Ja, fantastisch. Ja. Leuk. Ja, ik heb ook nog, want deze keer had Samsung, heeft natuurlijk de Samsung Galaxy S10 5G aangekondigd. Ja. Die hebben ze ook uitgebreid staan, daar kan je ook mee spelen. En er stond ook een 5G-demo. Dus ik dacht, oh leuk, en er was een honkbalwedstrijd of zo. En dan kon je vanuit alle punten kijken en dan ook draaien. Het werd dan allemaal tegelijkertijd gestreamd, dat was het idee. En toen vroeg ik van, oké, is dit echt via een 5G-verbinding of lopen jullie een beetje te cheaten? En toen zeiden ze, nee, dit is een beetje cheaten. maar we hebben wel echt een 5G-opstelling. En die was er dus ook. De antennes stonden onder de stand. Ja. Je zag ze wel, hoor, maar onder de desk, zeg maar. En die straalden dan kennelijk 5G-signaal uit. En dan lagen er boven 2 telefoons met een echte 5G-verbinding. Maar daar mocht ik niet aan zitten. Nee. Ja. Volgens mij hadden ze bij LG zoiets soortgelijks. Daar zag ik ook sport en 5G. En, maar goed, dat kan natuurlijk wel, joh. Dat vind ik wel een toffe demo. Zeg maar een toffe use case. Ja. Dat je sport kan kijken en dan vanuit elke hoek het kan volgen. Ja, zeker wel. Absoluut. Ja. Dus, en dat als er een goal gemaakt wordt, dat je dat gewoon zelf kan terugzien vanuit welke hoek je maar wil. In plaats van dat je afhankelijk bent van de herhaling die toevallig op tv is. Precies. Ja, je bent een soort van je eigen regisseur dan. Het wordt ook wel steeds tastbaarder. Ik bedoel, een paar jaar geleden was 5G een soort van ongrijpbaar iets van ja, sneller, ja, oké, het zal wel latency, bla. Maar nu zijn er steeds meer inderdaad use cases die worden laten zien. Ja. Dus in dat opzicht is het ook wel goed, weet je. Dan natuurlijk ze cheaten een beetje, maar... Ja. Wij hebben best wel het inlevingsvermogen waarschijnlijk om er goede ideeën bij te bedenken. Maar er zijn natuurlijk zat mensen die voor wie dat heel moeilijk voor te stellen is. Denk ik inderdaad. Maar het probleem is wel, zeg maar, dit soort toepassingen vereist een hele hoge bandbreedte. En die komt er voorlopig niet. Want we krijgen dan, T-Mobile heeft voor Nederland in elk geval 5G aangekondigd voor eind 2020. Maar dat is dan op de 700 megahertz band die nog geveild gaat worden. Waarschijnlijk begin volgend jaar. Mm-hmm. Maar ja, dan heb je dus iets meer bandbreedte. En dus waarschijnlijk iets meer snelheid en capaciteit dan op 4G, maar niet op zo'n niveau dat je het als gewone gebruiker gaat merken.
Mm-hmm. Iemand, ik hoorde ook een collega journalist eraan refereren als kleuter 5G. Zeg maar, technisch gesproken, ja, je mag het 5G noemen. Het is echt een nieuwe techniek en het gebruikt de frequentie ervoor en het heeft de bandbreedte ervoor, dus het mag. Maar ik vraag me af of ze dat dan zo moeten doen. Want als je later wel heel veel capaciteit en snelheid toevoegt en dan zeggen mensen, ja, maar er staat nog steeds 5G in beeld. Hoe kan ik dit nou geloven dat dit echt is? Je neemt eigenlijk een voorschot, hè? Ja, je neemt een voorschot en je probeert alvast daarop te cashen, zeg maar. Maar zonder dat je echt die snelheid biedt. Dus dan maar krijgen we weer 5G plus, krijgen we dan dus. Terwijl 5G plus. Ja. Dit is eigenlijk 5G. 5,5G. Dit is eigenlijk 5G ready dan. Behalve Donald Trump, die heeft al 6G in het hoofd natuurlijk. Ja. En over dingen die we niet mochten aanraken gesproken. Ja, de grote, ja, het thema. Het thema, ja, je kan niet anders zeggen, is de vouwbare telefoon. Zeker, ja. Welke heb je gezien, Chris? Nou, ik heb ze wel gezien, inderdaad. Daarom zeg ik het ook zo. Welke heb je aangeraakt? Want dat is er waarschijnlijk niet één. Nou, de Mate X heb ik wel het beste kunnen bekijken eigenlijk. En dat was ook echt bij een Huawei event waar ze de telefoons ook stonden. Wel, ja, achter glas, een soort van gedeeltelijk. Er was een klein stukje van het glas open, waardoor je wel wat foto's kon nemen zonder de schittering van het glas, reflectie. Maar je mocht ze niet aanraken. Je mocht ook niet dichterbij dan een centimeter of 70 komen, ongeveer. Dus ik heb echt met mijn handen gestrekt van bovenaf foto's gemaakt. Wat heel moeilijk scherp te krijgen trouwens. En nou, dan ben je blij dat je wel lekker lang bent. Want, ja, dat scheelde wel. Niemand kon dat namelijk inderdaad. Ja. En van de voorkant natuurlijk een paar. En die staan ook in de preview. Maar ja, niemand mocht het aanraken. We hadden wel een pre-briefing waar we niet heen konden gaan, omdat we naar Oppo moesten. Die hebben dus gemist. Daar was geen glas voor. Dus de journalisten die daar waren, hebben wat betere foto's kunnen nemen ervan. Ik heb hem ook gezien. Ja, bij de booth tour lieten ze hem ook nog even zien. Er zat ook geen glas tussen. Nee, precies. Maar ik mocht hem ook absoluut niet. Zeg maar, op het moment dat mijn hand die richting op ging, en ik ging iets totaal anders doen. Ja. Ik weet niet precies wat, maar mijn hand ging die richting uit en gelijk was het no. Ja, dat had ik ook inderdaad, ja. Dus ze zijn er echt super voorzichtig mee. Ja. Wat zit daarachter, denk je? Waarom willen ze niet dat wij het aanraken? Ja, het is sowieso duidelijk dat het niet af is. Dat lijkt ook wel, volgens mij was er ook een video waarop het scherm dan gebogen werd en dat de software niet meewerkte, dat het gewoon één scherm bleef in plaats van dat het twee schermen werden of dat er eentje aan. Ja, dat heb ik ook gezien inderdaad. En stond er iets van SwiftKey, van het toetsenbord van wat Huawei gebruikt. Ja, dat was sowieso op de persconferentie was dat ook al een paar keer het geval, volgens mij. Dat ging ook niet helemaal goed. Nee, klopt. Ja. Dus, ja, en in de demo-ruimte stond dus alleen maar een of ander filmpje te draaien. Dus niet eens Android of wat dan ook. Mooi. Dus, ja. Maar is dat de reden waarom je nu niet mag aanraken? Of denk je dat het te maken heeft met hoe die, zeg maar... Want als iedereen hem gaat buigen, ja, dan is misschien de kans ook dat op een gegeven moment iemand buigt en dat hij krak zegt. Of zou dat dan niet zijn? Ja, het is denk ik wel nog steeds wel... het zijn de eerste generatie device of prototypes nog zelfs. Het zou kunnen dat het gewoon zwak is inderdaad, dat als je te vaag buigt. Ja, in ieder geval dat misschien dat scharnier dat wel houdt. Ik denk dat, als ik het zo kan inschatten, dat die van Huawei in ieder geval, die heb ik wel wat beter kunnen bekijken. Ik denk dat die wel heel blijft in principe. Alleen dat scherm zelf, dat zeg maar zo soort van een deukje in het midden zit of een vouw. Ja. Dat is nog steeds wel best wel lelijk eigenlijk. Want je hebt natuurlijk geen hard glas ervoor zitten. Het is gewoon echt dat OLED-scherm, dat buigbare ding en ja, Samsung heeft er nog meer last van. Als je hem dus opvouwt, het scherm zit bij Samsung aan de binnenkant. Ja. Dus je vouw is scherper, dus die zie je ook meer als je hem weer uitvouwt. Zeg maar, dat is op zich ook wel logisch. Ja, dat is logisch, ja. In die zin is dat scherm aan de buitenkant wel slimmer bij Huawei. Maar ja, daar heb je wel weer het probleem dat het gaat krassen. En het is ook nog eens een keer natuurlijk niet zo hard als bij bijvoorbeeld Gorilla Glass, want dat kan er niet overheen. Dat is te hard, dan kan je niet buigen. Dus ja, hoe ze dat oplossen, of dat überhaupt op te lossen is, ik heb geen idee. Maar het is in ieder geval nu nog te vroeg. En ik denk dat als één fabrikant misschien had gezegd, nou, we laten hem wel zien, hadden anderen misschien wel gevolgd of zo. Ja, het zou maar kunnen. Nu gewoon, oké, liever even niet. En misschien is hij over een halfjaartje af of zo. En dan zien we het wel weer. Ja, kan het ook te maken hebben met het aantal samples wat ze hebben? Want dat zou ook kunnen. Ik denk, wij waren bij Huawei natuurlijk na de persconferentie. Nou, hoeveel stonden er daar? 5? Ja, minder. Ja. Zo 5? 5 toch? Ja. 5 of 4. Op de beurs heb ik er dan 1 of 2 gezien ook achter, achter een soort van glas. Ja, dat zou ook mee kunnen spelen. Ik denk dat er stel de helft gesloopt wordt. Er gaan er echt wel een paar komen. Er gaan echt wel... Nee, maar tijdens zo'n hands-on, er sneuvelen er echt wel een paar. Ja, misschien dat wel. Zou je toch op film willen hebben? Dat dan degene is die
die stuk gaat. Ja, nou ja, maar ze waren echt heel... Ik denk ook dat dat een serieuze reden is waarom zo'n bedrijf zegt van... Nee, dit gaan we dan echt niet doen. Want op het moment dat in deze fase dat zo'n video naar buiten komt... Ik zou het geweldig vinden als dat gebeurt, want dat toon je ook aan van dit is echt nog niet klaar. Maar aan de andere kant, ja, ze willen natuurlijk positieve geluiden erover creëren. Ja, natuurlijk. Als het alleen achter glas is en je kan zien dat het werkt. Want het werkt echt, het fout echt en het doet iets. Mm-hmm. Zeg maar, dus het is echt. Dan heb je al wel het gesprek over dit wordt al dan niet de telefoon van de toekomst. Dus dat heb je dan wel. En daarin wordt Huawei dan genoemd en Samsung en Oppo wil daarin ook meedoen. En iedereen die dan een vouwbare telefoon aankondigt. Ja. Maar je hebt niet het risico, het afbreukrisico. Zeg maar. Ja. Misschien dat dat wel de PR-move is. Die ja, nee, tuurlijk. Ja, dat lijkt me logisch. Vanuit hun gezien. Maar ja. We hadden dus de Huawei Mate X. Met het scherm aan de buitenkant. We hadden Samsung's Galaxy Fold. Ja. Die ze ook alleen achter glas lieten zien. Met het scherm aan de binnenkant. Ja. En Oppo dus. Maar die hebben we alleen online kunnen zien. En we hebben nog bij TCL. Dat is het bedrijf achter BlackBerry telefoons en Alcatel telefoons. Daar hebben we er ook nog wel eentje gezien, Mark. Ja, dat was de Dragon Hinge. Dragon Hinge. Ik vind het wel de stoerste naam, hoor. Ja, absoluut. Ja. Ik wil echt dat ze dat gewoon met die naam uitbrengen. Fantastisch. Ja, zeker. Game of Thrones reclame erbij. Ja, precies. Ja. Helemaal af. Ja, maar waarom heet dat ding de Dragon Hinge? Ik heb geen flauw idee. Mooi. Nee. Ja, maar misschien. Goed. Het is een Chinees bedrijf. Daar hebben ze wel echt wel wat met draken. Ja. Oh, ja. Misschien zit er een Snapdragon in. Oh. Ja. En het heeft een hinge. Dan mag je ook telefoon en ja, maar het is gewoon een goede naam. Ja, maar wederom achter glas, hè? Ja. En onder zelfs. En eronder en onder ook nog. Helemaal ingebouwd. Glas aan alle kanten. Ja. En wat ik daar wel tof aan vond, TCL had eigenlijk meerdere. En eentje daarvan, wat we nu gezien hebben, is een telefoon van redelijk normaal formaat die zich uitvouwt naar een tablet. Maar TCL heeft dus ook een telefoon die je zeg maar in de helft kan vouwen. Dus dan heb je telefoon die nog maar half zo groot is. Ja, ik zag hem net inderdaad pas op mijn smartphone. Zal ik even te kijken, wat is dit joh? Toen liet ik het ook aan je zien. Wat is dit joh? Het is gewoon een normale smartphone eigenlijk. Je kan hem gewoon dubbel klappen. Dus ja. Gewoon in de lengte. Ja, maar weet je wat het is? We hebben nu zeg maar langere telefoons dan een paar jaar geleden. Want die schermen worden langer. Ja. En als je nu ook ziet, Sony met, er komen straks al met hun 21:9 schermen, die trekken het nog een stukje langer. Maar modemerken, die gaan er niet zo snel in mee. Dus mijn broekzakken worden niet veel langer. Nee. Die zijn nu wel aangepast op smartphones. Ik heb wel inderdaad verschuiving gemerkt de afgelopen jaren, dat broekzakken dieper worden. Ja, ik weet niet of dat toevallig ligt aan de... Ze zijn nog niet diep genoeg voor... Niet voor de nieuwste niet voor telefoon, dat soort dingen, zeg maar. Nee. Zeker niet als het zo ongelooflijk dik wordt, want als je het dubbel vouwt. Precies, maar ik denk als je door de helft, als je het zeg maar dubbel kan vouwen en de radius van die vouw, die valt nog mee. Ik denk dat je dan wel makkelijker in je broekzak kwijt kan, zeg maar. Ja, dat is wel waar. Maar ja, die we nu hebben gezien, die moet je er nog wel echt wel aanklikken, volgens mij. Ja. Toch? Ja. Wat me dan wel tof lijkt, is dat je dan, zeg maar, als het nog gebeurt, dat je dan gebeld wordt en dat je als een ouderwetse klaptelefoon open kan doen en je oor kan hangen. Dat wil je toch gewoon weer? Ja, of dat je op een knopje drukt dat het gewoon zo recht gaat in één keer. Ja. Een knopje op. Ja. Pjoef. Lijkt me heerlijk. Ja, zeker. Ik zie er wel naar uit. Ja, maar worden dit, hebben we over 5 jaar allemaal vouwtelefoons? Of is dit maar een tijdelijke hype en gaat dit weer voorbij als een soort 3D-tv? Ik denk dat dat heel erg ligt aan of het betaalbaar wordt binnen een redelijke termijn. Maar vooral ook natuurlijk of de technologie goed genoeg wordt. Dat het eigenlijk genoeg verbetert. Dat er bijvoorbeeld geen vouw meer in dat scherm zit en... Dat het er niet een beetje halfslachtig toch uitziet zoals het er nu uitziet. Het is die eerste generatie. Het is moeilijk te zeggen of de technologie inderdaad in, laten we zeggen, 2-3 jaar zo kan verbeteren. Dat het echt een mooi ding wordt wat iedereen wil. Nou. Hij komt er wel dichtbij hoor, vind ik al. Dat had ik niet verwacht dat het er zo tof uit zou zien al. En niet zo dik, hè? Hij is en inderdaad 11 millimeter. Niet zo dik. Ja. Ik vond dat het wel. Je denkt altijd, je vouwt hem dubbel, dus dan heb je 2 keer een scherm. En dan moet je ook nog hardware kwijt, dus dan wordt hij nog een stukje dikker. Ja. Maar ze hebben gewoon al die hardware in een soort van dunne strook aan de zijkant. Ja. Althans, de camera. Heel voor de hand liggend eigenlijk. Ja, ja, maar dat, op die manier krijg je hem dus tot 11 millimeter. Ja, dat is ook de dikte van telefoons die we nog vorig jaar gezien hebben die je niet kon vouwen, zeg maar. Ja, dus dat is zeg maar, wel binnen het acceptabele. Dus het zou wel kunnen helpen. Ik heb echt wel vertrouwen in, hoor.
Dat we... ik weet niet of 2-3 jaar al is, maar zeker wel binnen 5 jaar dat het wel... dat we die film wel gaan zien in het straatbeeld. Ja, ik denk ik heb ook. Er wel vertrouwen in. Ik denk het ook wel. Ik weet alleen nog niet of we... Of de ik hoop het. Dat vind ik echt super tof. Dat nu zoveel geëxperimenteerd wordt en dat dan... Weet je, het is alsof de hele smartphone-markt weer open ligt eigenlijk. Mm-hmm. Iedereen kan nu het goede idee hebben wat het is. En misschien is het Huawei nu, misschien is het Samsung nu. Als die vouw goed krijgen, ja, dan kan je het weer goed beschermen. Heeft dat weer een groot voordeel. Maar hoe dus die telefoon eruit gaat zien die het beste werkt, dat weet eigenlijk nog niemand. Nee, dat is echt heel moeilijk te zeggen nu inderdaad. Het heeft echt voordelen en nadelen inderdaad. Het scherm binnenkant, buitenkant. Bij de een heb je maar 1 camera setup nodig, ook zoals bij Huawei. De andere heb je er toch misschien wel 2 nodig. Want ja, als je hem openvouwt, wil je ook foto's kunnen maken. Ja. Dus er zitten allemaal voor- en nadelen aan. Inderdaad, bij de ene moet je een hoesje hebben per se. Want anders gaat hij echt binnen nood aan krassen. Ja, wie zal het zeggen? Wie gaat inderdaad de mooiste maken uiteindelijk? Huh? En de handigste, degene die echt doorbreekt op de consumentenmarkt met natuurlijk de juiste prijs dan. Dat is ook heel belangrijk altijd. Hoeveel, wat ik me nog afvroeg, de Galaxy Fold en de Mate X, hoeveel inch zijn die nou eigenlijk als ze dichtgeklapt zijn? Dichtgeklapt? Mm-hmm. Ik dacht de Mate X uit mijn hoofd 6,6. Ja, zoiets klopt. Hè? En die andere kant 6,38 of zo. Oh. Ja. Dus twee kanten natuurlijk. Nou ja, want ik hoop ook stiekem wel dat je op die manier... doordat je dan die telefoons dus uit kunt klappen, dat het ook wel meteen een beetje zorgt voor een remming op het groter worden van smartphones. Ja. Je wil een soort opvouwbare telefoon in een iPhone SE formaat. Nou, als dat even zou kunnen. Ja, ja. Ik zit er eigenlijk ook wel op te wachten. Nee, maar want ik heb nu dan een iPhone 7 en ja, die gaat op een gegeven moment toch wel weer een beetje op. En ik wil gewoon niet echt een enorme grote telefoon hebben. Ja, precies. Ja, ik ben het zelf natuurlijk. Ik ben ook een fan van kleine telefoons. Ja. Ik vind het ook erg jammer dat er geen compact is van Sony bijvoorbeeld ergens. Maar ja, goed. Dit is voor mij de hoofdreden dat ik inderdaad een vouwbare telefoon zou willen. Niet omdat ik per se een grote telefoon alsnog in mijn zak wil hebben en ook nog een tablet bij me wil hebben. Ik wil gewoon een kleine telefoon die uiteindelijk een acceptabel scherm heeft. Niet per se 6 inch, maar misschien wel, weet ik veel... 5,9. Of ik bedoel 6 inch, 8 inch. Ik bedoel eigenlijk inderdaad iets van 5,5 inch. Voor mij prima. Als ik hem dan dubbel kan vouwen, is hij lekker klein. Ja. Top. Ja, maar ja, dat hebben we dus nog niet echt gezien, zeg maar. Nee, toen niet. Ze denken echt aan een soort van combinatie van telefoon en tablet. Ja, precies. Ja. Precies. Snap ik ook wel, hoor, dat ze dat nu ook... de grote telefoons zijn wel populair. Ja. Misschien zijn wij Nederlanders iets terughoudender daarin. Aziaten zijn er wat meer fan van. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in bepaalde landen die hun smartphone als enige device gebruiken. En die hebben geen laptop, die hebben geen tablet, die hebben gewoon alleen een smartphone. En dat is heel normaal in heel veel Aziatische landen bijvoorbeeld. Niet omdat ze arm zijn, maar gewoon omdat ze dat prima vinden en prettig vinden werken. Nu moet ik wel zeggen, wat echt een beperking is van kleinere telefoons, en dat zien we ook terug op het moment dat fabrikanten meerdere versies maken, is dat het lastig is om alle componenten in die behuizing te krijgen en dan te zorgen dat die niet al te dik wordt. Ja. Want we willen toch wel 2-3 camera's of iets van die geest. En als je bijvoorbeeld naar Samsung kijkt, de S10e, de kleinste, die heeft dan 2 camera's aan de achterkant, 1 aan de voorkant. Dat zijn er 3. Dan gaat de S10 naar 4 en de S10 Plus gaat naar 5 en de S10 5G die gaat naar 6. Dus er komt constant de camera bij als het een stapje groter wordt. En dat is, Apple heeft dat ook met zijn iPhones natuurlijk gedaan. De 10S heeft er wel 2 aan de achterkant. Mm-hmm. Maar de 10R heeft er maar 1, maar die is groter. Ja. Nou, dit was zo'n goed verhaal en ineens loop ik vast. Nee, maar het is wel belangrijk dat alle componenten erin passen en dat je nog een acceptabele dikte hebt. Ja. Je zag wel met dit laatste Sony compact. Ja, die was dan wel 12 mm dik. Ja, en dan kan je bijna een vouwbare telefoon van maken dan. Ja, klopt, ja. Ja, nee, dat is waar. Het is natuurlijk wel... Als een vouwbare telefoon inderdaad komt die maat heeft, is het misschien wel... Ja, voor heel veel mensen interessant. Terwijl nu inderdaad die compact toch beperkt publiek heeft. Omdat hij misschien toch wat dikker is. Ja. Maar misschien accepteren we straks wel dat telefoons wat dikker worden. Zou kunnen. Als je dan dubbel vouwt, hè, dan. Ja, dat lijkt me wel noodzakelijk. Nou. Nu zijn telefoons 7 mm of 8 mm. Ja. Ja. En we accepteren het sowieso weer. Hè? Want ik heb geen data. Maar dit is niet wetenschappelijk beredeneerd. Maar ik heb het idee dat telefoons afgelopen 1-2 jaar langzaamaan dikker aan het worden zijn. En dat we daar ook iets grotere accu's voor terugkrijgen. Mm-hmm. Dat is
het idee wat ik heb. Maar volgens mij klopt dat wel inderdaad. Want het was een tijd dat het zo dun mogelijk moest allemaal. En ja. Dat, oh, het is wel lekker dun zeg. Het ziet er mooi uit, bla bla bla. Maar ja, accu duur, niet zo. En je hoort toch best wel veel. Je hoorde toen heel veel roep om iets dikkere telefoons. En in ieder geval dan daardoor dus wat meer accu duur te hebben. Ja. Zeker ook op tweakers. En dat is misschien wel deels gedeeld in ieder geval door de wereldbevolking en door marktonderzoek en dergelijke, dat ze toch gedacht hebben, de fabrikanten, van laten we ze net iets dikker maken, want dan accu duur lijkt toch ook wel belangrijker nu te worden dan... Ik vind het wel fijn dat die meestal wel ook wel fijner vasthouden. Iets dikkere telefoons. Weet Dan heb je toch iets meer om vast te pakken, zeg maar. Ja, en je zit met gewichtverdeling, het ligt gewoon wat lekkerder in je hand meestal. En als je gewoon een riem omdoet, dan zakt je broek ook niet af. Maar goed, 5G-telefoons hebben we dus niet kunnen aanraken. Althans, niet met 5G-verbinding. De vouwbare telefoons mochten we alleen achter glas bekijken. Mochten we niet aanraken. De LG G8 ThinQ mocht je wel aanraken. Maar dat was de bedoeling dat je dat niet deed, toch? Klopt, ja. Dat is goed bruggetje weer. Het maakt ze heel graag. Het was wel een lange brug. Ja. Moet je niet overheen lopen. Wait for it. Ja. Maar we zijn er. Ja, nou, die G8... die G8 kan je dus besturen met gebaren... door de TOF, ofwel Time of Flight sensor. Ja. En die zit aan de voorkant bij dit toestel. Je kan hem daardoor dus besturen door je hand eigenlijk in een soort van je vingers bij elkaar te doen alsof je een knop vasthoudt, een ronde knop. En dan kan je bijvoorbeeld draaien en dan kan je het volume veranderen daarmee. Of je kan een appje opstarten met een shortcut of play drukken bij een video of muziek. Al dat soort dingen. Maar hij heeft natuurlijk nog meer toepassingen, zoals handpalm. In combinatie met de infrarood sensor aan de voorkant kan hij je handpalm herkennen. De aderstructuur, dat vond ik ook wel een hele mooie aderstructuur in je hand. Ja. Die dan bekijkt, dat het zo uniek is. Unieker dan een vingerafdruk, zegt LG dan, en dus veiliger. En nou, mooi. Zouden we graag willen testen. Kan je dan ook testen, zeg maar je levensloop voorspellen, zoals op de kermis? Zal wel, toch? Toffe functie, ja. Ja, precies. Nou ja, dat zal ongetwijfeld een app voorkomen. Echt iets voor Peter Parker ook echt. Ja, precies. Ja, nou ja, die beweging moet je dus inderdaad maken. Spider-Man, voordat je hem kan unlocken. En dan trek je zo je hand terug. En dan, het is echt net alsof je aan het goochelen bent met die telefoon. Dat fantastisch. Is verschrikkelijk. Het is echt heel leuk. Kijk vooral ook de video. Ja, alsof je ook iemand aan het instralen bent of zo. Ja. Ik had echt weer een paar uur van mijn leven. Want ik mocht jou natuurlijk filmen dat je dat allemaal moest doen. Ja. Het zag echt volslagen debiel uit. Maar fantastisch. Ja, Jomanda telefoon. Ja, de Force. Ik kan misschien nog wel een keer montage maken met allemaal spannende geluiden idee, eronder. Ja. Maar voor nu hebben we dat maar even niet gedaan. Nee. Maar. Nou ja, je dacht kennelijk niet dat het een groot succes ging worden, hoorde ik in je preview. Maar I find your lack of faith disturbing. Moest ik ook even maken. Ja, nee, ik denk wel dat het... Het is sowieso een gimmick natuurlijk een beetje, toch wel. Het is iets waarvan ik hoop dat het zo lekker werkt in de praktijk. Straks als ik hem ga reviewen, dat ik het vaker gebruik. Ja, in de auto is het wel een beetje onveilig natuurlijk, maar zou het ook wel... Kijk, mensen raken toch wel hun smartphone-scherm aan in de auto ook. Je kan het dan, als je dat al doet, beter doen op deze manier, want het komt minder precies. Dus je hoeft minder naar je smartphone echt te kijken waar je hem aanraakt. Dus als het inderdaad een beetje... Ja, als er best wat speling is, zeg maar, van waar je hand houdt en je kan gewoon op de weg blijven kijken terwijl je het volume verandert, kan ik me voorstellen dat het zou kunnen werken. Ik denk alleen dat het nog net even niet zo goed werkt en dat het nog net iets te precies komt om bij dat soort toepassingen goed te werken en dat je dat ook daadwerkelijk doet. Want het is gewoon zo makkelijk om even de volumeknop aan te raken in plaats van helemaal eerst dat ding te activeren, dat hij je gebaren ziet en dan terug te trekken je hand, dan te gaan draaien met je hand. Ja, dat duurt gewoon echt, laten we zeggen, 10 keer zo lang. Ja. Het is jammer niet sneller dan gewoon precies, je scherm aanraken. Ja, ja. Het is gewoon al best wel snel dat je dat kan doen. En natuurlijk zijn er toepassingen voor als je vieze handen hebt en zo bij het koken. Maar ja, als je het niet heel vaak gebruikt in dat soort functies, dan leert de ervaring mij in ieder geval dat je het dan helemaal niet gebruikt.
Dus ook niet als je dan af en toe aan het koken bent, één keer in de twee weken dat je vieze handen hebt, dat je denkt, oh, nu ga ik het gebruiken. Want je bent er niet aan gewend, zit niet in je systeem. Dus je laat het links liggen en je gebruikt het nooit. Aan dat de andere jammer, kant, maar ik vind wel dat we LG wat kudo's moeten geven. Ja, dat ze dat wou ik zeggen, voor ja. een time-of-flight sensor wel echt iets hebben ontwikkeld. Want ja. Nou ja, je hebt die Oppo RX 17 Pro gereviewd een paar maanden geleden. Ik de Honor View 20 onlangs. Ja. Allebei met zo'n time-of-flight sensor. En allebei geen enkele toepassing voor. Nee. Of misschien ergens één appje om dingen op te meten en zo. Ja, wat ook niet werkt. Dat is het dan. Ja. Dus ja, ze hebben wel echt Het is een leuke toepassing gedaan. Inderdaad. Ja. Het is sowieso echt creatief. En dat is ook wel het LG ten voeten uit natuurlijk. Een paar jaar geleden kwamen ze met die modulaire telefoon dan. Ze hebben wel vaker interessante dingen gedaan. Ze spitsen zich op audio bijvoorbeeld. Op een andere manier dan andere fabrikanten dat vaak doen. Ja, het is wel leuk wat ze doen. Wat ik ook wel mooi vond om te zien. Ik heb ook nog heel even ermee gespeeld met de gebarenbeweging, omdat ik nog wat beelden moest schieten. Mm-hmm. En wat wel mooi is dat je echt heel goed je vingers ziet. Ja. Want je ziet je hand in de bovenkant van de camera. En je ziet echt individueel zie je de vingertjes bewegen, zeg maar. Dus het is wel heel precies. Vond ik wel gaaf gedaan. Ik ben wel heel erg benieuwd of dit ook nog in de LG G9 gaat zitten. Ja, dat is een beetje de vraag. Hey, want zij hebben daar volgens... Ik vond dat ze een toepassing gemist hebben waarvan ik dacht, dat is hem. Dat is namelijk foto's maken. Foto's maken? Nou, je kan wel een schermafdruk maken ermee. Ja, nee. Maar foto's inderdaad zeg maar, je zet hem neer of je hebt een statiefje en daar doe je hem op. Vervolgens met de time-of-flight sensor dan zeg je van, ik wil gaan besturen. En dan zeg je, oké, maak over 3 seconden een foto. Je gaat staan en hij maakt een foto. Zeg maar, dat maakt je selfie-stick overbodig. Ik dacht, dat is de meest logische toepassing die je ervoor kan hebben. Maar die zit er volgens mij zit niet er in. Wel op hoor. Als je in de camera-app kun je inderdaad gewoon volgens mij zo doen, een beweging maken. Ik weet niet, uit mijn hoofd. Volgens mij was het bij LG inderdaad dat ik dat gedaan heb. En dat ze, ja, want dat ging ze aan me uitleggen. Wat goed dat ze daaraan hebben gedacht. Ja, precies. Voor mij kan dat dus. Maar ze hebben er niet heel erg over opgeschept in ieder geval. Nee, ja, want het is natuurlijk zo. Het gaat inderdaad via shortcuts. Dus je kunt links en rechts, je kunt eigenlijk 2 apps kiezen. Dat kun je zelf instellen. In de shortcuts kun je kiezen welke apps je dus... Welke 2 apps volgens mij je wilt activeren als je naar links of naar rechts beweegt. Mm-hmm. Dus als daar de camera tussen zit, dan zal het wel. Dan kan je in ieder geval de camera openen. Ja, en je kan dus ook een foto maken. Maar ja, je kon ook in andere telefoons gewoon een foto maken door je hand op te steken en 5 zeg maar te signaleren. Ja, dat is zo. Dat is dus zo. Ja, in die zin is het ook niet... Ja. Daarvoor heb je geen dure time-of-flight sensor. Nee, precies. Ja. Een open hand wordt ook herkend door een 2D-camera, zeg maar. Ja, nu we toch bij camera's zitten, Mark. Ja. Jij bent aan tafel, we behandelen allemaal camera's, maar jij werkt er echt dagelijks mee. Mm-hmm. Werd je enthousiast van de technologie die je hier ziet in de komende smartphones? Nou ja. Je kijkt heel moeilijk. Nou ja, dat komt toch omdat ik natuurlijk gewoon iets minder dan jullie... of eigenlijk zowel de nieuwe telefoon zo even kan proberen. Mm-hmm. Dus ik vind dat heel moeilijk zeggen. Ik zou zelf wel graag, wat ik zei, ik heb nog een hele simpele iPhone 7 met 1 camera. Mijn nieuwe telefoon zou ik wel heel graag gewoon echt 3 camera's willen. Maar dat hoeft er dan geef ik denk ik minder om hele hoge resoluties of dynamisch bereik. Maar dan zou ik wel gewoon verschillende lensformaten willen hebben. Dus een telelens en een ultra-wide. Ja. Dat vind ik wel heel... Het is gewoon praktisch, hè? Dat vind ik heel praktisch, ja. De kwaliteit, ja, die is toch sowieso wel goed genoeg. Dynamisch bereik en editen van fotocamera, van de foto's die uit mijn smartphone komen. Dat doe ik ook niet echt. Je refereert dan een beetje aan de Nokia 9 PureView. De telefoon met 5 camera's aan de achterkant, of 6 als je de time-of-flight sensor meerekent. Maar dat zijn 5 dezelfde camera's. Ja. Alleen die is wel ontzettend gericht op mensen die enthousiast zijn over fotografie. Ja. Daar vaak dingen mee doen. Ze hadden ook een fotograaf op het podium die een paar weken in de Schotse Hooglanden ermee had gelopen en die daarover vertelde. Mm-hmm. En ja, daarna kan je dus de foto's in RAW editen in Lightroom voor Android, waar een apart lensprofiel voor de 9 PureView in zit. Dus het is wel duidelijk welke richting ze opdenken. Ja. En ik dacht van, nou ja, als er 1 iemand hier de doelgroep daarvoor is, dan goed, ik vind dat, want je kunt met die dingen, met dat ding natuurlijk wel achteraf je foto's nog scherp stellen. Ja. Maar dat hebben we wel eerder gezien al, toch?
Ja, in toestellen? Ja, alleen dit is wel wat preciezer. Wat was ook Nokia die dat deed, ja? Volgens mij met Refocus. Okay. Maar dat was op die Lumia-telefoons een aparte app die je dan moest openen om een foto te maken die je achteraf kon aanpassen. En wat hij dan deed was meerdere foto's achter elkaar maken met de enkele camera. Dus het werkt alleen bij een statische scène. Huh. Want wat die Nega PureView doet, is natuurlijk met 5 camera's tegelijk, pam, een foto maken. En dan heb je zoveel diepte-informatie in één keer, omdat het 5 camera's zijn met allemaal hetzelfde... dezelfde beeldhoek en dus ongeveer hetzelfde beeld, maar net iets anders, zodat je die diepte goed kan zien. Ja, ik vind het wel knap hoor, dat kan. En een mooie feature, als ik zelf moest kiezen, dan zou ik wel gewoon echt voor verschillende angles gaan. Mm-hmm. Ja. Omdat dan heb je zoveel meer mogelijkheden en zoveel zijdiger. Zeker natuurlijk met je smartphone. De algemene fotootjes zijn prima, maar je bent toch altijd wel redelijk beperkt. Ja, je kan niet altijd even naar achter stappen als je iets mooier op de foto wil. Of iets wil framen of zo. Nee. Wat net niet lukt. Maar. Net de kerktoren die je er afhakt dan. Precies. Ja, met Zoom hetzelfde inderdaad. Je hebt toch, weet ik veel, stel je voor, er zit een aap in de boom. Nou ja, dan wil je die wat dichterbij halen, ja. Ja, nu moet ik wel zeggen, ik vind de camera's met telelensen die we tot nu toe hebben gehad. En zelfs, het is indrukwekkend hoor, want het is... Zeker als je zoals met de Huawei-telefoons een 3 keer zoom hebt. Dus een brandpunt wat in 35 mm 3 keer hoger ligt. En waardoor de beeldhoek dus... Nou ja, dus ik vind het wel indrukwekkend. Alleen de camera's zelf zijn gewoon niet zo goed als de primaire camera. Dus dan schakel je over, dan maak je een foto. En dan denk je achteraf toch, ja, maar het is niet de beste foto. Nou ja. Nee, klopt. Nou ja, het is minder lichtsterk vaak, hè? Dus dat je ziet ook wel heel vaak dat had ik vandaag trouwens nog met die LG. Het bleek dus dat ik had van de 3, dus de telelens, de normale camera en met de groothoekcamera had ik een foto gemaakt. En de tele bleek gewoon de reguliere te zijn. Terwijl ik wel echt op het knopje had gedrukt van de telelens. Ja. Ja, dan denkt hij, oh shit, het is te donker. Dus ik neem toch de reguliere camera en ik ga lekker digitaal inzoomen. Ja, toch jammer natuurlijk, want dan zoom je in op die foto en dan zie je, oh ja, dat is best wel lelijk. Hè, maar dat is wel een bugje, hoop ik toch nog? Of nee, werkt dat vaker zo? Dat doet de iPhone zelfs. Ja. iPhones doen dat ook hoor. En heel veel andere telefoons hoor. Ja, op het moment dat het niet kan met de telelens, dan zoom je gewoon digitaal. Dan heb je er is geen pro optie of zo waar je dat kan uitschakelen? Nee, sommige telefoons wel. Soms kan je inderdaad echt kiezen welke camera je wil gebruiken. Okay. Dus bijvoorbeeld op iPhone heb je ook een alternatieve app dat je wel echt kan kiezen tussen welke camera. Hm. Maar in de standaard app kan je niet kiezen welke camera je neemt. Dan kies je gewoon voor zoomen of niet zoomen. En hij bepaalt zelf voor jou... Bijzonder. Ja. Welke die gebruikt. Hm. Dus dat is toch irritant. Ah. Maar goed, dit zijn natuurlijk allemaal hele luxe, dure smartphones. Ja, je voelt het weer aankomen. Ik ben weer aan het bouwen. Ja. Maar er was nog één aankondiging en dat was tussen alle verrassingen van dit MWC voor mij persoonlijk de grootste verrassing. Hmm. Dat was namelijk de Xiaomi Mi 9. Allemaal dat die kwam. Daar deed die gast van die Xiaomi-presentatie ook weer zo van met die prijs zo'n spelletje van hoeveel zou die kosten. Klopt. En ik was er inderdaad nieuwsgierig naar, want de Chinese prijs wist ik al. Die ligt iets onder de €400. Ik denk, nou ja, dan zal het wel in Europa 500 of 550 worden. Maar ze varen scherp aan de winter, gaan voor €450 voor een high-end telefoon. Ja. Met OLED-scherm en nieuwste Snapdragon SoC en 3 camera's met inderdaad allemaal verschillende lenzen. Dus ja, ik kreeg wel gelijk het idee, nou, daar gaan de anderen het wel lastig mee krijgen. Denk je dat ook? Zijn ze op OnePlus hoofdkantoor in paniek aan het rondrennen? Ik denk dat het wel heel interessant is. Sowieso om te zien hoe die camera is. Daar ligt het voor een groot gedeelte vaak toch aan. De goedkopere high-end toestellen, ja, die leveren in op camera. Dat is het standaard verhaal. Als je een keer zo'n toestel weet te produceren voor een mooie prijs met al die specs die lekker high-end zijn en een goede camera, ja, dan ben je er. Dan koopt iedereen een telefoon, denk ik. Maar ook zonder gebeurt dat. Dus het is gewoon als je een scherpe prijs hebt, zoals dit, ja, dan OnePlus moet zich zorgen maken inderdaad. Daar gaat zitten, ja. Die heeft ook, bedoel, die een goede camera, maar zeker niet de beste. Mm-hmm. Ik denk, Xiaomi gaat vooral daar achteraan, denk ik, in Europa. Want OnePlus heeft best wel een naam opgebouwd, zeker in Nederland en zeker op Tweakers ook wel. Mm-hmm. En ik merkte ook wel dat toen we de Mi 9 preview online zetten, afgelopen dinsdag, dat best wel wat losmaakte bij mensen. Heel veel reacties en mensen die daar op reageren. Die prijs is dan wel echt een ding. En daar zitten mensen dan wel op te wachten in de tijd dat smartphones steeds duurder worden. Absoluut.
Denk jij dat het veel impact gaat hebben, zo'n grote release van zo'n telefoon voor relatief weinig geld? Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen. Want sowieso OnePlus verbaast me wel over. Of tenminste, ik weet niet of zij vaak op MWC zijn normaal, maar... Niet echt. Nee? Oké, nou ja, want wanneer komt dan hun... Voor wanneer staat de 7T ergens in de planning? Nee, de volgende zou de 7 dan eerst volgen. Zijn. Ja. Normaal gesproken, ja precies, in het voorjaar. Dus dan beginnen ze volgende maand of in april beginnen ze dan met teasen, want dat doen ze altijd. Ja. En dan zie je al wat hij ongeveer heeft, of de vorm van het scherm, of dan kondigen ze al dingen aan. Ja, ik heb wel het gevoel, maar dat heb ik al een jaar of misschien wel langer, dat Xiaomi wel echt flink terrein aan het winnen is. Ja. En optiek is natuurlijk altijd wel, of altijd, al jaren een heel groot merk. Ja. Maar maken ze er nu een punt van steeds meer om naar Europa te komen, ja? Ja, want ze zitten nu sinds 15 maanden of zo hier in Spanje. Dat kan ik niet zeggen, want we zitten hier in Spanje. Klopt, ja. Zitten ook in Italië en Frankrijk en sinds kort in het Verenigd Koninkrijk. En in Nederland semi-officieel, want er is een retailer met wie ze zaken doen in Nederland. Het ligt natuurlijk bij een drogisterijketen. Ja. Dat is dan niet de B9. Mogen we niet noemen, toch? Ik weet niet of we het mogen noemen, maar ik doe het voor de zekerheid gewoon niet. Okay. Maar het is niet zo dat Xiaomi winkels heeft in Nederland of een officiële klantenservice of zo. Dat is er ook allemaal niet. Dat betreft is OnePlus wel iets verder eigenlijk. Dus. Ja, zeker wel. Ja. Maar goed, als ze er wel een punt van zouden maken, meer ook om in Nederland te gaan zitten. Naast dan die drogisterijketen en dat soort dingen. Ja, het kan best wel zijn dat ze dan een heel groot marktaandeel van OnePlus af kunnen snoepen. Dat geloof ik wel. Ja, ik vind het sowieso interessant om te zien. Want aan de ene kant heb je dus die gewone dure telefoon, zeg maar. Als zeg maar de Galaxy S10 en de Huawei Mate 20 Pro en de iPhone XS, zeg maar, rond de 900 of 1000 euro. Dan heb je nog super, super duur, de vouwbare dingen. Maar telefoons zijn duurder geworden afgelopen jaren. Maar je ziet dan toch ook wel weer aan de andere kant dat er ruimte is voor een soort prijsgevecht. Mm-hmm. En dat is met high-end telefoons zoals de Mi 9 en de komende OnePlus. Maar dat is ook op de budgetmarkt gebeurt het nu. Met Samsung die in India... En hopelijk komt het ook naar Europa. Een Galaxy M-serie heeft gelanceerd met grote accu's. En volgens mij ook met camera's met meerdere... Met een groothoek erbij en dat soort dingen. En snel laden en functies waarvan zij denken... dat kunnen we inbouwen voor die prijs. En mensen zitten erop te wachten. Ja, dan zie je wel dat ze een andere koers zijn gaan varen. Het is super interessant, vind ik dat, om te zien. Ja, het is sowieso interessant dat een paar jaar geleden kon je eigenlijk gewoon... kijken of iets een high-end telefoon was of niet, door naar de sok te kijken. Door naar de chip te kijken die erin zat, zeg maar. Ja. En nu kan dat eigenlijk niet meer. Nu zijn er telefoons van 450 tot 1500 euro. Nou ja, soms, weet je, die gewoon dezelfde sok hebben. Dus dat is best wel raar eigenlijk. Eigenlijk, ja, is dat dan ook een high-end telefoon? Is de weet ik veel, noem eens wat, OnePlus nog een high-end? Ja, is wel high-end, denk ik dan. Maar de grens vervaagt, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja. En dan heb je natuurlijk de Pocophone die dan, wat is het nu, 350 of zo? Ja, zoiets. Ja, nou ja, daar zit natuurlijk ook gewoon wel van vorig jaar dan inmiddels, maar die snelle sok in. Ja, is dat dan high-end? Ja, ja, misschien wel eigenlijk. Mid-range plus of hoe zou je dat moeten? Plus, ja precies. Ja. Het wordt steeds vager eigenlijk. Ja. Je ziet ook dat de categorieën bijkomen, soort van. Dus nu aan de onderkant bij de high-end telefoons, de S10e en de iPhone XR en nou ja, dat soort dingen allemaal. Ja, ze dus, maken andere keuzes waarop. Waar ze op besparen. En vaak is dat dan dus niet de sok, maar zit dat in hele andere onderdelen. Ja, precies. Ja. Waar je dan misschien iets minder bij stilstaat of wat camera's minder erg vinden. Is wel heel obvious natuurlijk. Maar, ja, precies, ja. Maar je hebt ook dingen als nou ja, een dak die erin zit of niet. Ja. Een trailmotor die misschien iets minder luxe aanvoelt. Ja, of, ja. 5G heb je dan straks. Ja, dat zijn allemaal dingen waarmee je een telefoon goedkoper of duurder kan maken natuurlijk. Ja, dat 5G is wel een interessante differentiatie natuurlijk die eraan komt. Ja, ik ben benieuwd hoe dat zich ja, en gaat ontwikkelen. En aan de andere kant, daar zit ik nou altijd mee. Er komen wel een hoop modellen bij en inderdaad ook al wat nieuwe prijssegmenten. Maar ja, wordt de keuze voor een smartphone er nou makkelijker of moeilijker door? Weet je, er zijn zoveel factoren tegenwoordig. Nee, het is ongelooflijk moeilijk. Ja. Maar goed, we gaan het zien. Wat ook moeilijk is, is een gesprek afronden terwijl je eigenlijk nog uren door wil gaan. Ik denk wel dat we dat gaan doen. Ik wil nog wel even vooruitkijken naar wat komen gaat. En er gaat natuurlijk van alles op de site komen. Wat we vanaf de beurs maken, dat loopt wel een beetje af. Maar als er een beurs is, Mark, dan willen we meestal wel met een spetterende video afsluiten.
Ja, ja, het is een kleine, een beetje een traditie geworden dat we toch eigenlijk op elke beurs altijd ook wel wat producten vinden die we, ja, die we toch wel leuk vinden om, om te laten zien. Of zo leuk zijn om ze niet onbehandeld te laten. En dat zijn dan vaak een beetje de buitenbeentjes, hè? De paradijsvogels. Paradijsvogels. Mooi hoor. Ja. Dus, mooi, daar zijn we nu ook weer naar op zoek gegaan. Ja. Tenminste, ik heb jullie alle hoeken en gaten van de beurs af zien gaan. En nou, daar is wel weer het een en ander uitgekomen. Dus dat wordt in ieder geval weer een, ja, weer een video. Ja, ja, het leukste tot nu toe, wat ik weet dat erin zit, is, is de smartwatch van Nubia. Mm-hmm. De Nubia Alpha. Nubia is een soort van, komt uit ZTE voort. Maar die zijn echt een heel eigen weg ingeslagen. De Nubia X heeft geloof ik wel indruk gemaakt. Daar heeft Wout een preview van gemaakt. Klopt. Op CES. Hij heeft een scherm aan de achterkant, waardoor je selfies kan maken met de camera aan de achterkant. Zou je het zo moeten zeggen? Ja, mag. En zoals de Galaxy Fold eigenlijk, hè? Zoiets, maar dan anders. maar wat ze nu hebben gemaakt, dat is een, ja, een smartwatch telefoon. Iets, ding. Ja, we hoopten natuurlijk stiekem dat dat ook een vouwbare slash gebogen smartphone zou worden. Dat is het niet. Dat werd het niet, nee. Het is een soort van, als je de Gear Fit nog kent van Samsung van een paar jaar geleden. Die heeft een soort buigbaar OLED-scherm. Sindsdien heb je wel meer wearables ervan gehad. Nou, dit trekt het tot in het extreme, vrij letterlijk. Het is een scherm met een verhouding van 5 staat tot 1 of 35 staat tot 9 als je op en ja, en dat is een OLED-scherm. Dat kromt dus om de helft van je pols heen. Daar hebben ze ook een smartwatch omheen gebouwd met ook daarin besturing door er overheen te vegen op 10 centimeter afstand en zo. Ja, het is gewoon, dat ding is krankzinnig. Het is een heel maf ding. Ja, ja. Maar ja, leuk om te zien, volgens mij. Als ik toen het woord paradijsvogel daarvoor had geweten, had ik het in die video gezegd. Maar dat zit er niet in. Helaas. Maar dat is een van de dingen die daar inderdaad in voortkomt. Ja. Ja. En dan sluiten we hem af voor deze week. Jongens, dank jullie wel. Mark, bedankt. Graag gedaan. Ja, Chris, bedankt. Feedback kan zoals altijd in de reacties onder de .geek of via podcast@tweakers.net. En dan zeggen we tot volgende week. Doei. Doei.